Allemaal misstanden. Een 9% daling in de kijktijd hebben. En toen kwam het hele Tom Egbers verhaal. In jaren dat er geen inflatie was, deden ze 5% bij. En nu is er wel inflatie, doen ze er 10% bij. Ik vermoed zomaar dat je het daar niet mee eens bent. Keer op keer iedereen echt enorme PR-fuck-ups maakt. Ja, nu vind ik dit van hem en nu vind ik dat van hem. I hate that the media's, you know, they're trying to control our minds. What the truth? You can't handle the truth. Dit is de Dutch Media Podcast met David de Jong en Taco Jelgersma. De podcast over marketing, media en telecom. Welkom in de derde aflevering van de Dutch Media Podcast. We gaan het vandaag hebben over de resultaten bij RTL Group, RTL Nederland. We gaan het hebben over de algemene tendens in de televisiesector, want Screenforce heeft ook daar cijfers bekendgemaakt. We gaan het hebben over de radiosector, want Audify heeft de jaarcijfers ook bekendgemaakt. En een debat over de investeringsverplichting van streamingdiensten die er was in de Tweede Kamer. En verder over de ACM en toegang tot de kabel die hij graag wil. Ten slotte spreken we over het meldpunt Morris, waar van alles mis mee lijkt te gaan. En verdere situaties bij Studiosport. Goedemiddag, David. Goedemiddag. Laten we beginnen met RTL. Nederland RTL Group. Daar kwamen cijfers van binnen. Torenhoog record. Recordcijfers werden weer gerapporteerd. Men is heel blij. Ja, meer dan 50%, dat heet dan aangepaste EBITDA-winststijging. Meer dan 10,5% omzetstijging tot 636 miljoen. Hoe kijken we daarnaar? Die enorme stijgingen. Je ziet dat Videoland nu 1,1 miljoen abonnees heeft. 1,2 miljoen abonnees, dat zijn er 112.000 meer. Afgelopen kwartaal, maar in een jaar tijd 129.000. Ik wil niet te veel al die cijfers gaan noemen, maar wel met elkaar bespreken. Hoe kijken we daarnaar? Nou, om te beginnen is het denk ik knap dat ze in deze markt toch weer het beste jaar ooit draaien. Terwijl we allemaal zeggen, Nederlandse partijen liggen onder druk. Ja. Maar als je natuurlijk dieper in die cijfers gaat kijken en gaat nadenken over hoe moet dit nu verder, dan is het natuurlijk zo dat de lineaire kijktijd neemt natuurlijk best wel schrikbarend af. En zelfs on-demand kijktijd neemt af, begreep ik van jou. Dat ja, maar ik wil toch nog wat anders benadrukken. Want als we RTL Group nemen, dan heb je het grote land Duitsland, eigenlijk hun totale thuisbasis geworden. Ja. En Frankrijk, daar is iets anders aan de hand. Daar zie je lichte dalingen. Geheel RTL Group heeft weliswaar een omzetstijging. Maar ja, aan de andere kant hebben we te maken met enorme inflaties in Europa. Dus waar wij het over hebben, gebeurt misschien al een beetje. Hè? Want je ziet ook dat de kijktijd daalt, van de lineaire televisie met name ook. Dus ja, inderdaad, waar gaan we heen met die situaties? In Nederland, de verklaring zou zijn voor Nederland, als ik het goed begrijp. We hebben nu de online gokmarkt geopend en er wordt veel mee geadverteerd. Ja. Alleen, ja, dat gaat straks verboden worden. De exacte datum is er nog niet. Ja. Wat betreft ongerichte reclame. De retail doet het ook heel goed met televisie. Er zit natuurlijk inflatie op de tarieven. Die plaatje ook een beetje mooier maken. Ja, maar hoe gaat dat dan verder? En jij zegt van ja, ze moeten misschien dat met Videoland gaan compenseren. Ja, de vraag is natuurlijk of je in de inkomstenstroom de afname aan de lineaire kant uiteindelijk zult kunnen compenseren met wat je erbij krijgt in Videoland. En dat echt voorspellen, dat lijkt me heel goed, ze zijn in oktober, september-oktober zijn ze begonnen met abonnementen van 1 of 2 euro per maand met reclame dan. Nou ja, dan daardoor hebben ze dat kwartaal best wel met succes die abonnees binnengehaald. Zijn weliswaar conversie vanuit RTL XL, gratis kijkers. Ja. Maar ja, goed, je hebt wel het binnengehaald. Aan die lineaire kant is het natuurlijk zo dat er een beetje iets geks is. De prijzen zijn hoger dan ooit voor GRP's. Er is nog steeds een stevige vraag naar GRP's. En dat betekent dus dat wat er eigenlijk een beetje gebeurt, het laatste goud komt tegen de hoogste prijs uit de mijn. Maar er komt wel een moment, dan is de mijn leeg. Of in ieder geval, de vraag is, hoe ver gaat die lineaire kijktijdafname door? Komt daar uiteindelijk een afvlakking? Hè? Ik denk dat het nog veel lager kan. Maar die lineaire kijktijd wordt natuurlijk nooit nul. En de vraag is, als die lineaire kijktijd, als die uitbodemt,
hoe groot is Videoland tegen die tijd? En is de som van die twee inkomstenstromen? En bij Videoland krijg je natuurlijk straks, zeg maar even, ik denk drie modellen. Dus er zal een hybride model zijn, een puur subscription-based model en een puur ad-driven model. Ja, dat is wat ze nu op aanstoeren. Ja, en ja, de vraag is, als je dat straks optelt, of dat dan meer of minder is dan wat ze... Maar dat straks zou misschien wel eens heel snel kunnen zijn. Want als ik de cijfers heb uitgesplitst, dan kun je natuurlijk kijken van... De tweede helft van vorig jaar was het 3,4% omzetstijging. Terwijl met name de eerste helft, het post-corona-effect, werd gehaald met meer dan 10%. Dus op het moment dat de gokreclame gaat wegvallen, dan gebeurt er toch wel iets. Dat is wel heel snel eigenlijk. Daar krijgt die hele markt natuurlijk een enorme klap van. Hè? Ook, ja, ook, want ze hebben enorm geprofiteerd. Radio, outdoor, weet ik veel. Maar iets minder misschien dan televisie. Gokpartijen die hebben in aanloop naar dat verbod halen die natuurlijk budgetten ook naar voren waarschijnlijk. Die proberen nu nog zoveel mogelijk klanten aan zich te bieden. Ja, dat denk ik. En ook, het is wat vertraagd, maar het onderbrengen inderdaad van RTL XL bij Videoland als de gratis dienst. En om misschien ook weer op die manier proberen mensen te converteren naar een betaald verhaal, al dan niet met advertenties. Je ziet wel dat men daarmee bezig is. Hoe zie jij die cijfers van RTL tegen de achtergrond van het Screenforce-rapport over 2022? Vind je dat dat in lijn is? Dat is in lijn. Want... Is RTL dan het beste jongetje van de klas? Ik heb hem niet uit mijn hoofd van de ster. We weten maar dat zit wel allemaal in die lijn. En dat is wel waarschijnlijk... Ja, we weten niet de echte advertentieomzet bij Ad Alliance, de verkoop... verkooploket van RTL Nederland. Maar 8% is de industrie gestegen naar 977 miljoen. Zitten we eigenlijk gelijk al bij het tweede onderwerp. Screenforce die 8% stijging heeft gerapporteerd. De tv-sector blijft daarmee onder een miljard euro. 873 miljoen reclamespotjes. Waarbij met name de retail en online gokreclame het heel goed doen. En die groei... realiseren. Nee, maar het grappige is dat we 8% stijging hebben in de omzet, ja, terwijl we een 9% daling in de kijktijd hebben. En het interessante wat daar weer dan bij is, dat ook er iets minder, 7% minder naar streamingdiensten wordt gekeken. Ik bedoel, en dat de ouderwetse traditionele televisie, gewoon live kijken, is ook wat gedaald. We kijken nu nog 1 uur en 49 minuten per dag. En je ziet natuurlijk bij de jongste groepen dat veel lager is. Ja, en we hebben natuurlijk, we hebben onszelf natuurlijk zeg maar even 1,5-2 jaar voor de gek gehouden in die coronaperiode. Ja, we konden minder ergens naartoe, dus we moesten het achter het scherm doen of wat anders doen thuis, ja, bij wijze van. Nou, ik vind die, met name die stijging in Videoland abonnees, even los van het feit dat het natuurlijk deels dat het 1 en 2 euro abonnementjes zijn, dat het conversies van Excel. Het is wel knap dat ze dat in het veld van Fireplay, Netflix, Showtime, dat ze Disney, toch kans zien om dat te laten stijgen. Zij zijn gewoon het Nederlandse platform. Ja. En dat is echt knap. Ja. Na Netflix zijn ze de nummer 2 in Nederland. Ja, klopt. Ja. Het is echt dat is wel een prestatie. En het moet toch uit die content komen. Het zet natuurlijk toch een stapeling van allemaal individuele beslissingen van consumenten om dat geld aan die dienst uit te geven. Maar wat je wel ziet als je het hebt over de videosector, dat is wel grappig, dat dus aan de ene kant er minder naar streamingdiensten wordt gekeken, maar het aantal streamingdiensten wat we kopen is dan weer vergroot. Dus we nemen nu 1,9 per huishouden neem je af. Waar kan dat naartoe, denk jij? Sorry? Waar kan het naartoe? Nemen we nu gemiddeld 1,9 dienst per huishouden? Ja, een beetje gek, hè? Ja. Nee, maar... Ik heb geen idee, maar ja, er zijn natuurlijk spelers bijgekomen afgelopen jaar. Dus ja, er zijn mensen erop afgegaan, blijkbaar, ja. Viaplay is nieuw erbij gekomen. Sky Showtime is er ook veel abonnees, hè? Ook 1,2 miljoen abonnees. Dat de smart tv meer de plek inneemt met de apps op de tv dan losse apparaatjes erbij... Okay. En bij radio ook daar records. Maar ja, ze zijn wel door de buitenreclame voorbij gestreefd. Ja, die outdoorstijging is natuurlijk echt bizar, hè? Ja, bizar. Nou, het stond letterlijk leeg tijdens de corona. En nu zit dat meer vol natuurlijk. Met name ook daar een digitale ontwikkeling. Zodat ze niet meer hoeven te plakken, maar gewoon...
geautomatiseerd. Ja, veel effectiever campagnes inzetten. Ja. De attentiewaarde van elektronische boarding is natuurlijk ook veel interessanter dan van geplakte borden en ouderwetse paperbussen en zo. Ja, dus en nu, nu kwam natuurlijk weer meer evenementen. Het begint voorjaar te worden. Dus ja, daar zal die buitenreclame sector ook weer op kunnen inspelen. Ja. Gaat RTL volgend jaar, of dit jaar zeg maar, gaat 2023 weer het beste jaar ooit worden? Nou, dat wordt de vraag, want ze hebben zelf in de investor call de verwachtingen wel met het wegvallen van die online gokreclame getemperd. Voor Nederland althans. Oké. Ja. Wel interessant is dat ze ook weer benadrukt hebben in antwoord op vraag van nee, wacht even, RTL Nederland is een kernactiviteit, is een belangrijke asset van RTL Group, niet te koop. We willen wel misschien kleine partijtjes kopen of allianties mee aangaan. Maar RTL Nederland is een RTL Group bedrijf en zal het ook blijven. Zeker. Ja. We gaan naar het volgende onderwerp. De Dutch Media Podcast. Post@dutchmediapodcast.nl. We gaan naar het debat wat de Tweede Kamer voerde over de investeringsverplichting. Die voerde op 22 maart een heel lang debat. Ik dacht, is er niks belangrijkers in de wereld, maar goed, om over te spreken. En het viel mij op, ik heb dat een beetje proberen te volgen. Het gaat om een investeringsverplichting voor streamingdiensten, waarbij de regering nu voorstelt om 4,5% van de omzet te moeten investeren als je meer dan 10 miljoen in Nederland omzet. Want je zag in het lange debat dat eigenlijk de twee aanvoerlijnen waren vanuit de Tweede Kamer om wijzigingen aan te brengen in dat wetsvoorstel. Aan de ene kant heb je daar de VVD en de CDA. Die zeggen, de VVD zegt bijvoorbeeld van, nou ja, weet je wat, nu staat er dat ze 2 jaar de tijd krijgen om te investeren. Laten we daar 4 jaar van maken. Nou, dat is totaal versoepelen. CDA gaat nog een heel stuk verder. Die zegt van, weet je wat, nee, dat hoeven geen culturele producties te zijn waar ze in moeten investeren. Doe maar gewoon alles. Maakt niet uit, als het maar Nederlands is. En de VVD, die zegt, we willen dat nog wel cultureel hebben, maar laten we het dan uitbreiden met cabaret, comedy en reality programma's die dan Nederlands moeten zijn. Maar dat is bijna een soort cultuurpolitiek. Ja, maar het was al cultuurpolitiek natuurlijk om te zeggen, want we moeten films, series, in ieder geval dat het echt wel om acteurs gaat, om fictie en dat soort dingen. Ja. Of documentaires, wat meer serieuze dingen. Omdat die daar, dat betoogde dan de staatssecretaris, het gebrek in de markt bestaat aan producties. Op die manier van Nederland. Maar er zijn dus een paar lagen. Ja. De eerste laag is, vind je dat er een verplichting moet zijn? Dan is de tweede laag is, hoe hoog zou die ongeveer moeten zijn? En dan is de derde laag is eigenlijk, maakt het ook uit waar je die verplichting aan uitgeeft? Mag je Fantasy Island maken of moet het Zembla zijn? Het onderzoek. Je zou willen zeggen, je moet zoveel procent van je omzet aan onderzoeksjournalistiek uitgeven. Ja, dat zou kunnen met documentaires, dat mag wel. Ja, exact. Dus dat, En ik wil er nog een toevoegen die nauwelijks besproken is, wat de Tweede Kamer vaker doet en de regering dan. We maken een wet, we maken een voorstel, komt er doorheen. En dan daarna, hoe wordt het uitgevoerd, oftewel nageleefd in dit geval? Ja, er zit een ontheffingsmogelijkheid in de wet. Ik denk dat het niet zo moeilijk is om die ontheffing bij het commissariaat te verkrijgen, waardoor ook deze wet misschien wel een papieren werkelijkheid gaat worden. Want en een paar advocaten of juristen mooie factuurtjes kan laten hun facturen kan laten betalen, maar dat uiteindelijk die wet dan een papieren werkelijkheid is geworden. Want de ontheffingen geeft het commissariaat heel gretig controle en toezicht als het gaat om quotaregelingen of dit soort regelingen die al op andere vlakken bestaan. Ze doen niks. Laten we even afbellen. Ben jij voor of tegen een verplichting? Persoonlijk? Ja. Als je dit wil doen, dan moet je hem handhaven. Zoals het commissariaat en het systeem nu heeft totaal geen zin. Nutteloos. Ben je voor of tegen? Als je tegen bent, hoef je ook niet te handhaven. Dan hoeft hij er niet te zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat je zegt van, oké, u bent een dusdanig grote partij.
En u kunt al die producties op ons uitstorten, waardoor je toch een soort achterstand geeft voor de Nederlandse producenten, dat je dan iets doet. Ja. Hebben we lang genoeg gekeken of de markt het niet zelf goed zou regelen? Hebben we lang genoeg gekeken of het überhaupt nodig was om deze... Ja, maar dat is meer een vraag van gaan we het paard achter de wagen spannen? Het is al gebeurd en daarna ga je het pas invoeren. Ja. Eens. Daarvoor is Netflix al te groot. Daarvoor, ik bedoel, HBO Max die doodleuk zegt, Warner Brothers Discovery. Nou hoor, wij willen gewoon lekker nul investeren in de Nederlandse producties. Ja. Nee, maar je had ook, kijk, als je helemaal aan de voorkant, zeg maar voor het intreden, stel even dat je voor gaat luisteren, je mag Netflix gaan verkopen in Nederland, maar dan moet je 50% Nederlandse producties doen. Dan waren ze misschien helemaal de Nederlandse markt niet opgekomen. Dus je stuurt er natuurlijk ook enorm mee. En mijn vraag is heel erg, welk deel van de sector probeer je nou een deel van de sector te beschermen? Probeer je Nederlands cultuurgoed te beschermen? En je hebt de Nederlandse productieindustrie een beetje te beschermen, dat klopt. De Nederlandse productieindustrie? Ja. Maar je zou dan... En je ziet ook dat daar twee soorten brancheverenigingen bestaan. Ja. Dat vind ik ook interessant. Als je de productieindustrie zou willen beschermen, dan zou je ook kunnen zeggen, luister, je moet gewoon in Nederland geld uitgeven. En of dat dan Nederlandstalig product is wat je maakt, of je laat een Nederlands productiehuis een Engelse documentaire maken, dat maakt niet uit. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. Maar volgens mij is met name die... Maar dat weet ik niet of dat kan, wat je nu zegt, maar... Nou, met name die Kamer is natuurlijk heel erg bezig om te sturen wat het dan kennelijk wordt. Dus de VVD gaat roepen... reality, ja. Cabaret, comedy en reality moeten ook ondervallen. Dat is puur belobbyd. Ja, ik bedoel, iemand... je ziet hier de lobbyafdrukken van. Van de beide kanten ja, eigenlijk. Ja, het is dus eigenlijk geen beleid. Nou, het is wel beleid, maar... Ja, nee, maar bedoel, hier... Want, het is wat de staatssecretaris zelf ook al zei, want bijvoorbeeld er werd de opmerking vanuit GroenLinks gemaakt van, ja, maar wacht even, is het gewoon EZ die uiteindelijk die percentages wilde? Blijkbaar eerst een hoger percentage vanuit de regering. Ja. Toen kwam het ministerie van Economische Zaken van Mickey Adriaans, dus langs VVD. Ja, nou, een beetje te hoog hoor, laten we het maar op 4,5% doen. Dus dat soort... Invloeden zijn er natuurlijk. Het is allemaal een compromis van een compromis. Ja, ja, ja. En dat zie je nu in de Tweede Kamer terug. En wat ik wel interessant vind, is dat ze ook regeringspartijen wijzigingen willen. Met andere woorden, het was niet helemaal uit onderhandeld tussen de vier coalitiepartijen. Dat vind ik wel VVD die er gewoon bam ingaat met zijn abonnementen. Ik weet dat Sven Sauvé van RTL altijd zegt, je moet het gewoon aan de markt overlaten. En daarbij zegt hij altijd, niks is zo hoog gewaardeerd als Nederlandse content door de kijker. Omdat hij de enige is die Nederlandse content massaal biedt. Samen met de NPO moet ik even bijzeggen. Maar die is wat kosteloos. Talpa, maar, ja. Ja. Ja, maar Talpa die doet niet zoveel met video on demand. Dat doen ze bij Videoland. Ja, exact. Dus vanuit zijn positie snap ik dat hij het zegt. Alleen de praktijk is net iets weer barstiger, denk ik. Ja, waarschijnlijk als je het zijn conculega's bij Fremantle, ook RTL Group, vraagt, dan zullen die denken, nou, we vinden het misschien wel mooi om meer te kunnen produceren. Ja. Dus het is maar net wie het vraagt natuurlijk en wat zijn achtergrond is. Ja, ik denk dat dit soort regelingen, dat er in de praktijk heel veel gepraat wordt en heel veel gelobbyd en heel veel gedaan. En dat wat jij zegt heel erg waar is. Als het commissariaat... wat je ook besluit, niet gewoon heel hard handhaaft en niet veel terughoudender is met het verlenen van ontheffingen, dan gaat het in het grote plaatje gewoon niet zo heel veel doen. Ik bedoel, als je Warner Brothers Discovery heet en die hebben er letterlijk ervaring mee. Die hebben voor de gewone tv-zenders gezegd, wij zijn tv-zenders met Amerikaans stijlproduct en daarom kunnen wij geen Europese producties uitzenden. Ja. Nou, dat bedrijf is blijkbaar heel ervaren ermee. Dus die kan gewoon zeggen voor HBO Max. HBO Max is een product met Amerikaanse series en films. Daar richten wij ons op. Dat is onze cultuur die wij willen uitdragen. Ja, ja, en daarom is het, en daarom Nederlands is het niet mogelijk om Nederlandse producties, in Nederlandse drama, films enzovoort te investeren. Dus geeft u ons alstublieft de ontheffing. Nou, dan is dit hele verhaal. Dan zijn die uren en uren in de Tweede Kamer. Dan is het al die inzet over debatten en documenten, onderzoek is allemaal nutteloos. Ja. Heeft geen zin.
Als ze dat zo doen. Maar goed, het is dan in handen van Emma Assante, die is voorzitter, oud-PvdA, van het Commissariaat voor de Media. Ja, ik ben heel benieuwd hoe zij er dan in staan. Want tot nu toe hebben zij bij al die, op tientallen jaren wil ik bijna zeggen, bij al die quotaregelingen heel makkelijk ontheffing afgegeven. En op de koffie en ze leggen nog uit bewijzen van, hè, want het zal niet zo letterlijk zo zijn hoe je dat moet regelen. Heel snel na deze opname is overigens de stemming over al deze wijzigingsvoorstellen en het wetsvoorstel zelf. Ja. Dus ja, we volgen het. Okay. De Dutch Media Podcast. Informatie en een mening met een bite. Taco Jochesma, je bent ook heel erg betrokken. Je bent misschien wel op dit moment Yuka. Ja, min of meer, met Gert-Jan Raadgever samen. Ja. Ja. En jullie hebben, Yuka heeft al tientallen jaren aan de bel getrokken bij ACM en ook zelfs Opta daarvoor. Ja. Om maar toegang tot, tot kabel te krijgen, in dit geval meer recent in de hoofdstad Amsterdam. Ja. Om bij Vodafone Ziggo gewoon bij de huishoudens te kunnen komen. Als ik het goed zeg, maar corrigeer me alsjeblieft. Omdat hoge snelheidsinternet in Amsterdam bij gebrek aan glasvezel in alle wijken nog gewoon niet voldoende gerealiseerd is. Dat was een beetje de redenatie, als ik het goed zeg. Om op die manier tot aan de huiskamer een alternatief aanbod via de kabel te kunnen aanbieden van de diensten die er zijn. Maar nu zegt de ACM, de kosten zijn te hoog om dat rendabel te kunnen maken, te kunnen concurreren. En ook hoge kosten bij Vodafone Ziggo, overlast van ook in de gemeente Amsterdam. Dus doe maar even niet. Ik denk dat de toegang noodzakelijk is, omdat er anders gewoon geen marktwerking komt. Ook niet daar waar glas is. Gewoon uiteindelijk komen er gewoon weer twee landelijke infrastructuren. Hè, dus uiteindelijk vervangt het glas, vervangt de twist het per het kopen van KPN. Ja. Ik geloof niet in een concurrerende retailmarkt als er geen concurrerende wholesalemarkt is. Maar dat is even de basis van het probleem. Dat is het geloof, zou ik maar zeggen. Het is toch een economische theorie. Ja, maar in ieder geval, van de marktmacht is te groot om te zeggen van ze mogen het allemaal zelf doen. Nou, precies, dat zie je natuurlijk ook, hè, die marktmacht. Dus je hebt net de verhoging van Ziggo gehad. En binnen enkele weken zal KPN wel een vergelijkbaar soort verhoging van de prijzen bekendmaken. ACM heeft nu eigenlijk twee documenten gepubliceerd. Het eerste is een ontwerpbesluit op ons verzoek om toegang te krijgen specifiek in Amsterdam. Ja. Daar hebben ze gezegd, die wetgeving zit als volgt in elkaar. Er is onder het eerste lid van 6.3 telecomwet kun je toegang krijgen op de straatkast. Zeg maar even op het laagste niveau in het netwerk. Die kastjes die je wel eens op de hoek bij je thuis ziet. Exact. Ja. Als je op een hoger niveau in het netwerk toegang wil realiseren, wat wij natuurlijk graag willen, dan moet dat op basis van lid 3 van hetzelfde wetsartikel. En dan moeten wij nog nader onderzoek doen. Dus ze hebben gezegd, jullie verzoek is redelijk. Er zijn replicatiebelemmeringen. Alleen, wij zouden jullie toegang moeten geven op de straatkast op basis van de telecomwet. Alleen zegt, dan komt het bestuursrecht. En dan zegt het bestuursrecht, het is niet proportioneel om dat te doen. Want als we het daar toegang geven, dan kun jij geen geld verdienen. Nee. En je jaagt Vodafone Ziggo heel erg op kosten. Dat is even ruwweg wat ze daar zeggen. En ik vermoed zomaar dat je het daar niet mee eens bent. Nou, ik ben van mening dat ze onder 6-3 eerste lid wel degelijk hoger in het netwerk toegang hadden kunnen verlenen. Mm-hmm. Maar ben je het met dat besluit op het lagere niveau van het netwerk dan eens? Met hun idee daarover? Nou, ik ben het met ze eens. Het meningsverschil tussen ACM en mij over deze huidige uitspraak is, is dat de ACM van mening is dat je onder 6-3 eerste lid alleen maar toegang kunt krijgen op een te laag niveau, terwijl ik van mening ben dat je onder dat wetsartikel al op een hoger niveau in het netwerk toegang zou moeten krijgen. Mm-hmm. Oh. En wat er dus nu gebeurt is dat wij hebben dus nu een aanvullend verzoek ingediend om te kijken naar het derde lid van dat wetsartikel. Ja. Op basis daarvan kun je op een hoger niveau in het netwerk toegang verlenen. Alleen daarvoor moet de ACM ook aantonen dat er langdurige concurrentieproblemen in die markt zijn. En dan moeten ze een marktanalyse doen? En parallel aan ons verzoek toch bezig met een periodieke marktanalyse. Ja. En uit die marktanalyse, in die marktanalyse, daar hebben ze nu een soort voorschot op gepubliceerd. En in dat voorschot zeggen ze, wij vinden dat de markt daar waar glasvezel is, concurreert. Dat vind ik niet, maar dat is een soort eerste gedachte die ze nu hebben. Ja. En daar waar geen glasvezel is, bijvoorbeeld in het centrum van grote steden zoals Amsterdam en Utrecht, daar werkt de markt niet. Omdat als je meer wil dan 100 Mbit, dan kun je alleen maar naar Ziggo.
Maar als je lang genoeg deze discussie rekt, dan ligt er ook in Amsterdam uiteindelijk glasvezel. Toch in 2026 ja, ligt het er misschien wel. In ieder geval is het zo dat de ACM, als ze dit soort analyse doet, wat dan heet een soort prospectieve analyse moet doen. Daarmee moeten ze bijvoorbeeld ook meenemen stijging kosten van grondstoffen, beschikbaarheid van aannemers, dat soort dingen. Dan is dus de vraag wanneer binnensteden van Amsterdam en Utrecht, wanneer dat soort plekken aan de beurt komen. Maar wat mij betreft blijft gewoon de vraag, gaan we niet hetzelfde zien als we in de ADSL-tijd gezien hebben. Namelijk dat je in beginsel inderdaad een hoop kleine aanbiedertjes kreeg. Dat die inderdaad wel over elkaar heen buitelden om klantjes te verzamelen. Omdat die namelijk uiteindelijk allemaal zaten te wachten op de consolidatiegolf die daar ook gekomen is. Waarbij een netwerkeigenaar zoals KPN al die aanbieders weer opkocht. En dan zitten we dus uiteindelijk weer straks met twee netwerken met op elk netwerk één dominante aanbieder, die dus gezellig in een duopolie de prijs maar laten stijgen. En doorbreek je dit? Ja, dat is als ik dat wist. ik denk dat er heel langzaam maar zeker wel zeg maar meer awareness komt voor het feit dat die hoge prijzen in dat internet ook leiden tot digitale kloven bijvoorbeeld. Je hebt een club hier in Amsterdam die heet Cyberzoek. Die hebben winkels waar ze mensen helpen die digitale samenleving niet mee kunnen. Daar staan gewoon 's avonds om 9 uur mensen met een iPad voor het raam om daar het wifi te gebruiken. Mm-hmm. Dus dat is een probleem. Als je kijkt naar Ziggo Compleet, dat is zeg maar een beetje de modale propositie. Mm-hmm. Die is van 70 naar 77 euro gegaan. Ja. En dan zegt Ziggo natuurlijk, ja, dat is inflatie. Maar ja, in jaren dat er geen inflatie was, deden ze 5% bij. En nu is er wel inflatie. Doen ze er 10% bij. Dus dat, die, dat zijn die 500-600 miljoen waar het een andere aflevering over gaat. Die moet daarna. Nee, maar het is dus, wat natuurlijk ook een beetje vreemd is, is dat als er ook in die glasgebieden, waarvan ACM dus zegt dat ze dat er wel concurrentie is, ook daar doet Ziggo gewoon de prijzen gemiddeld 8,5% omhoog. Ja, dus het is één prijsverhoging. Ja, precies. Ja. Dus het is in ieder geval zo dat als het al zo zijn, waar ik het niet mee eens ben, dat er in glasgebieden wel concurrentie is, dan geeft dat in ieder geval geen prijsdruk op de andere infrastructuur. En dat zou natuurlijk toch het doel moeten zijn. Nou, wij zijn het waarschijnlijk eens dat zowel KPN als Vodafone Ziggo partijen zijn met aanmerkelijke marktmacht, zeg maar. Dominante zeker. Marktmacht. Nou, dat vond de ACM ook altijd. Alleen er naar handelen was weer iets anders natuurlijk al tientallen jaren. Om een volstrekt onverklaarbare reden heeft de Nederlandse rechter tot 2 keer toe gezegd dat 2 partijen die samen 80% plus marktaandeel hebben, geen AMM hebben. Dat er geen sprake is van joint dominance. Volgens mij krijg je bij elke economie basisopleiding een heel andere uitleg. Sterker nog, als er een markt is waarin een individuele speler 30% of marktaandeel meer, heeft, dan kan er al sprake zijn van AMM, van aanmerkelijke marktmacht. En hier is het dus zo dat er 2 partijen zijn die samen 80 hebben. En het is dan zogenaamd niet zo. En het is dus, we hebben de eerste WLRC-regelgeving gehad. Daar heeft de rechter dat onderuit geschoffeld. 2 jaar geleden met de WFA-regelgeving gehad. Is weer precies hetzelfde gebeurd. Misschien voor luisteraars is dat wat ja, nee, maar, dus, niet, dus, maar dat zijn bepaalde regelgevingen die toegang hadden moeten geven. Rechters in Nederland wonen kennelijk in gebieden waar de internetmarkt wel werkt. Ik weet het niet. Maar waar ik nog wel kort daarover wil vragen is het volgende. Want in België gebeurt wat merkwaardigs. En hoe kan het daar dan heel anders in gaan? In België is de kabel open. Ja, dat wilde ik zeggen. Daar heb je dus ook Liberty Global, die dus een van de 2 grote aandeelhouders is van Ziggo Nederland. Die heeft in België het Telenet. Ja. Die biedt Orange toegang, dat is de Franse telecompartij. En nu in Franstalig België, in Wallonië en Brussel wordt die nog van de overheid is, VOO, verkocht. Ja. En dan zegt de Europese Commissie notabene, wacht even, dat betekent dat daar minder concurrentie zal zijn. Dus wij verplichten u dat notabene Telenet, dus de Liberty Global partij, hebben net een aanbod gedaan. Die moet dan, en die wil dat ook, die wil dan toegang in dat andere landsdeel als wederverkoper. Ja, ze zijn, dus ik snap het even niet. Hoe kan dat daar dan allemaal wel op die manier Er zijn 2 moeten, die ook zeggen. En hier niet. Liberty Global en ook Vodafone zijn natuurlijk hele opportunistische partijen. In landen waar ze zelf geen netwerk hebben, zijn ze voor infrastructuurtoegang. En in landen waar ze zelf wel netwerk hebben, zijn ze er tegen. Dat is nog erger in gebieden, want België zijn land. Exact. Maar waarom de kabel in België wel open is dat heeft een hele platte juridische reden. Tegenhanger van het CBB in België
Mm-hmm. Het doet alleen maar aan marginale toetsing. Dat wil zeggen, die bekijken alleen of de procedure goed gevolgd is. Terwijl de Nederlandse bestuursrechter, die gaat gewoon de afweging nog een keer zitten maken. Dus we hebben in Nederland een toezichthouder, ACM, die zitten 2-3 jaar na te denken over een besluit. Die hebben in het WFA-geval een besluit geschreven van 587 pagina's. En dan komt er een rechter en die zegt, ik begrijp veel meer van die telecommarkt, dit gaat van tafel. Ja. En in België is het zo dat een rechter alleen maar kijkt, is dit de procedure goed gevolgd? Exact. Ja. En daarom is de kabel gewoon open. Ga je dat echt winnen uiteindelijk? Er komt uiteindelijk wholesale op kabel. Okay. Of omdat ze zelf eindelijk gaan inzien dat het een heel goed idee is, gewoon in de economische zin, of omdat wij een keer winnen. De Dutch Media Podcast. Elke 2 weken in je favoriete podcast-app. Heel ander onderwerp, grensoverschrijdend gedrag. Ja, ineens was daar Studio Sport met allemaal misstanden. Een hoofdredactie die zou op termijn aftreden. Dat werd uiteindelijk de hoofdredacteur die aftrad. Adjuncten zitten er nog, 2 althans, voor overdracht. En Tom Egbers die al zijn privézaken op primetime op NPO 1... uit de doeken deed. Anderzijds was er dan eindelijk het Openbaar Ministerie die over Ali Boeri en Jeroen Rietbergen zei, we gaan die 2 vervolgen. Marco Borsato in deze zaak niet, maar die heeft nog wel een andere zaak aan zijn broek hangen van een aangifte van seksueel grensoverschrijdend situaties. Tegelijkertijd is de vrouw, mevrouw Janke van Tom Egbers, eerst non-actief was het, vervolgens toch aftreden en vervolgens trad het hele bestuur na een week ongeveer af. Want eerst dacht Amber de Vente, nou dat kan er wel door. En tegelijkertijd wordt nog onderzoek gedaan door Mariette Hamer. Dat is dan de overheidscommissaris voor grensoverschrijdend verdrag. Of tegen liever. En Morris is voor de goede orde het meldpunt voor de creatieve industrie. Waarbij hoog en laag volhouden dat het bestuur niets te maken heeft en geen inzicht zou hebben in de meldingen en onderzoeken die daar worden gedaan. Voor de goede, die bestuursleden zijn allemaal mensen die dat erbij doen. Het is niet hun baan. Nee. Ja, ik denk dat je 2 dingen zou moeten constateren. Het eerste is, we dwalen door al die persoonlijke details rond Tom Egbers en zijn vrouw en Jack van Gelder in een bad en weet ik van, nou, door al dat soort. Was nog een beetje werkgerelateerd. Ja. Maar het eerste ging op een gegeven moment wel heel erg privé, dus dat, in een serieus programma. Daar raken we natuurlijk volstrekt de focus kwijt over waar het over gaat. Namelijk dat als iemand naar zijn baas gaat en zegt, joh, die en die doet dat en dat bevalt me niet, dat daar dus niks mee gebeurd is jaren. Nee. Dat is het eerste. Het tweede is dat er echt keer op keer iedereen echt enorme PR-fuck-ups maakt. En protectionistisch. Dat je denkt van, jeetje, gooi nou gewoon open, wees gewoon eerlijk. Dat geldt wat mij betreft voor Janke Dekker, voor Timmer, voor alles en iedereen. Je moet gewoon zeggen, jongens, luister, dit is gebeurd, we gaan er naar kijken. Binnen een redelijke termijn is er een onderzoek en is er een uitkomst. En dan gaan we zeggen hoe we hier in de toekomst mee doorgaan. Je zit misschien ook met het punt, in dit geval zonder aanval des persoons, maar de directeur van de NOS, die was daarvoor directeur van BNNVARA. Ja, en daarom schieten ze natuurlijk ook allemaal in de kramp, omdat het een heel klein kringetje is waarin een aantal mensen rondlopen. En de directeur, althans in verklaringen in kranten, altijd Jan Slachter, die altijd zegt, het valt allemaal wel mee. Ja. Jan moet altijd, bemoei je er niet mee. Nee, maar ik wilde dat man blijkt dan in de krantverklaringen zijn. Nee, ik ben manager directeur geweest, dus dat is deze man. En vervolgens verwees hij door naar de hoofddirecteur en vervolgens werd er weer niks mee gedaan. Dus, ja, maar ik begrijp dus PR-wise niet dat niet iedereen veel opener is. Als je niet open bent en adequaat reageert, dan wek je toch tenminste een verkeerde schijn. Ja, en, maar die openheid die kan ook dus de verkeerde of de andere kant op gaan. Dus wat Tom Egbers zegt. Ja, in die privé. Ik snap dat hij aan de ene kant snap ik het persoonlijk dat hij het doet. Aan de andere kant, ja, we zijn met z'n allen dan op die manier mee bezig. En zijn we hem aan de ene kant te snel aan het afslachten? Wat zou jij doen in zo'n situatie met je, met een, tussen aanhalingstekens, minares
op je werk en dat werkt dan niet meer goed. En je hoofddirecteur zegt maar, ja, je moet maar met elkaar uitzoeken en blijven verder werken met haar. Nee, maar ik vind dat Tom Egbers bij Khalid en Sophie gewoon ook moet zeggen, luister, ik wil hier niet praten over de problemen in mijn huwelijk. Die gaan niemand iets aan. Wat ik wel wil zeggen is, ik heb gedrag vertoond dat niet acceptabel is. Daar wil ik op die en die manier mijn verantwoording voor nemen. En ik vind dat het zo en zo verder moet. Maar dat leek wel een soort boulevardachtig item. Waarbij hij ondervraagd moest worden over met wie hij wel en niet gezoend had. En waarom. Waar gaat dat over? Wat is dat voor boulevardachtig geheim? Dit is bijna trial by media als het ware. Want wij moeten hem wel of goed of afkeuren. En je zag ook daarna. Ja, maar ik wil bijna zeggen met wellust sommigen van. Ja, nu vind ik dit van hem en nu vind ik dat van hem. En ik vind ook dat Janke Dekker, wiens functioneren ik bij dat moordensmeldpunt helemaal niet kan beoordelen. En ik denk velen met mij niet. Dat die gewoon had moeten zeggen, luister, dit is inderdaad gebeurd in mijn privéleven. Mijn man heeft zich kennelijk daar schuldig aan gemaakt. Dat wist ik. Ik weet waar het over gaat en ik denk dat ik gewoon kan functioneren. Want ik ben zelf ook een vrouw in de media. Ik ben ook wel eens in die positie geweest. Ik heb bovendien een man die zich daaraan schuldig gemaakt heeft. Oh, je denkt dat ze dat had kunnen zeggen? Ja, dat vind aanbreken. Ik wel, ja. Je moet het naar je toe halen. Maar, je moet het niet van je afduwen. Het probleem hier is, zij heeft zelf ooit gezegd, op het moment dat er ook maar één spoor van discussie, of op het moment dat discussie zou komen over mijn privéfamilie, dan treed ik terug. Nou ja, ik vind dat ook een heel gek statement. Maar we hebben het over, voor de goede orde, we hebben het niet over een directeur ergens of wat dan ook. We hebben het dan over de voorzitter van het meldpunt van ongewenst gedrag. Waar dus slachtoffers, maakt niet uit, man, vrouw, naartoe kunnen gaan als er iets gebeurd is. Ja, maar waarom zou dat niet iemand mogen zijn die een man heeft die zelf een misstap begaan heeft? Ik vind bekrompen hoe we omgaan met de positie van Janke Dekker. En ik vind dat zij zelf... Zij heeft ook heel wat anders gedaan. Het eerste wat ze fuck-up gedaan heeft door die voorstand aan te vallen. Wat zij gedaan heeft, is het aanvallen van de boodschapper. Ja, ze had natuurlijk gewoon kunnen zeggen, luister, ik vind iets van de berichtgeving in de Volkskrant. Daar kun je je misschien iets bij voorstellen. Maar voorlopig hebben ze natuurlijk wel gewoon... Er werden gewoon 45 mensen geïnterviewd. Het kan ook niet helemaal onzin zijn. Het verhaal ging vooral over de testosteron manier van doen binnen de redactie van Studio Sport. Daar ging het de kern van het verhaal over. Ja, maar ik denk dat als je... En toen kwam het hele Tom Egbers verhaal. Als je iedereen die wat langer in Hilversum rondloopt, die kent natuurlijk verhalen over allerlei mensen. Nee, maar dat is het punt hier niet. Het punt is dat zij zelf dat meldpunt grensoverschrijdend gedrag heeft geïnitieerd met als boodschap, dit is een veilige plek, je hoeft hier niet bang te zijn, we zijn er voor je, enzovoort. Ja. Op het moment dat je dan, zeg maar, zelf een krant gaat aanvallen daarover, even los of ze gelijk heeft of niet gelijk heeft, dan betekent het dus dat je met slachtoffers te maken hebt die denken, wat krijgen we nou? Nee, maar dan houdt het op. Misschien. Ik vind dus dat ze niet te handhaven is bij Morris omdat ze een PR-fuck-up gemaakt heeft. Niet omdat haar man iets gedaan heeft bij, wel of niet gedaan heeft bij Studio Sport. Dus we gaan de laatste minuut in, David. Ja, wij danken u voor het luisteren. Het was weer een heel geanimeerde uitzending. We zijn er ijzerwederdienen weer over circa 2 weken. En vandaag spreken wij 23 maart dat dit opgenomen wordt. Dank David. Tot gauw. Tot gauw. Officieel persbericht of gewoon iets te klagen of te lekken? Post @dutchmediapodcast.nl